Diana. We staan in de bibliotheek in Rijen. Ja. De bibliotheek van Vint, het senaatslid van Noord-Brabant. Jij bent consulent educatie. En jij helpt om de bibliotheek naar de school toe te brengen. Ja. Hoe werkt dat dan precies? Wat is die bibliotheek op school? Nou, de bibliotheek op school is een soort concept, een soort bibliotheek binnen de school. Omdat steeds meer kinderen steeds minder gaan lezen. Maar het ook voor kinderen zelf steeds moeilijker wordt om zelf naar de bibliotheek te komen. Ouders werken, ze zijn niet altijd beschikbaar. En daarom zetten we de bibliotheek op school neer. Zodat de kinderen de leuke boeken vlakbij zichzelf hebben. Hoe ziet dat er dan precies uit? In het geval van de school van Vint is het nou zo dat ze krijgen nieuwbouw. En de directeur is gewoon heel erg enthousiast voor lezen en leesbevordering. Die is uit zichzelf al eens ooit bij een andere bibliotheek gaan kijken waar het hele concept al draaide. Die was enthousiast en wij mogen erbij in. Richten jullie dan een boekenkast in die school? Hoe ziet het er letterlijk uit? Letterlijk ziet het er zo uit dat de school zijn eigen boekenbezit heeft. Wij dragen onze expertise bij, wij dragen ideeën aan. Wij willen de school met van alles en nog wat helpen. Maar we gaan ervan uit dat de school zelf hun materialen koopt. Dus wij zijn de software in de bibliotheek op school in feite, zo zou je het moeten zeggen. Waarom is lezen zo belangrijk? Omdat lezen hartstikke leuk is, want je komt met werelden in aanraking die hier in Rijen niet zijn. Fantasie. Rijen heeft niet alles, Amsterdam heeft meer, maar de Noordpool heeft nog veel meer. Als je erover leest, kun je er zelf in je eentje naartoe. En is lezen ook belangrijk omdat je dan misschien anders een taalachterstand kan krijgen? Ja, natuurlijk. Maar je moet eerst dat leesplezier hebben om die taalachterstand te kunnen onderdrukken. Dus je moet eerst kilometers maken, vooral veel leuke leesboeken lezen. Lezen wat je zelf leuk vindt, zodat je later gewoon alle dingen kunt doen die je moet doen. Als je nou niet zo van lezen houdt of je leest niet heel veel, heb je dan een tip? Kijk gewoon, wat is een leuk boek? Lees de eerste 5 bladzijden. Is het na 5 bladzijden niet leuk? Pak een ander, want het is zonde van je tijd. En vooral leuke boeken lezen, want die kilometers zijn belangrijker. Alsof je het boek tot het eind toe uitgelezen hebt. En de bibliotheek op school helpt daarbij? Die helpt daar zeker bij.